Vandaag gaan we op atelierbezoek bij Margriet van Brevoort. Zij is kunstenaar voor Beelden in Leiden 2016 en ze is gekoppeld aan het LUMC. We gaan een kijkje nemen op de atelier en kijken wat ze voor ons gemaakt heeft. Ik werk vaak met plasseline, dat is een soort wasklei. Door middel van verwarming kan je het heel goed bewerken en je kan er heel veel details in verwerken. De armen heb ik geluifkast. Dat is een techniek waarbij je letterlijk een mal maakt om iemands armen heen. Door middel van dat te combineren met die plasseline kan ik weer hele realistische effecten creëren. Ik wilde de sfeer van het medisch centrum wilde ik vangen in het werk wat ik nu aan het maken ben. Dit beeld is letterlijk een soort homp vlees. En je kan eerst snijden, naaien, je kan onderdelen vervangen. Het is eigenlijk een soort gedrochtelijk product van de biotechnologie. Tegelijkertijd roept het ook een soort genegenheid op. Het heeft iets aandoenlijks. Het wacht, het wil hopen. En ik denk dat in een medisch centrum dat hoop eigenlijk iets heel belangrijks is.